Het heeft inmiddels alweer lang genoeg geduurd. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Phoenix Survival. De serie waar ik een beetje aan het ronddurpen ben en leuke verhalen aan het vertellen ben terwijl ik even aan het ronddurpen ben. Heel erg makkelijk uitgelegd. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Phoenix Survival. Ja, dat zei ik net ook al. In deze aflevering ga ik even het een en het ander uitleggen. Terwijl ik in de tussentijd even allemaal dingen aan het doen ben. Waaronder eventjes dit fixen, want ik had dit blijkbaar nog helemaal niet gedaan. En dat is super raar, want dat hoort wel gewoon gedaan te worden. Dus dit gaan we even fixen. Hartstikke mooi. Nog wat aan de andere kant toevallig dat ik moet gaan doen. Zo, nee. Nou, dat is dan hartstikke mooi. Dan denk ik dat we zo wel klaar zijn met die locks. Nu wel. In deze aflevering ga ik gewoon eventjes het een en het ander uitleggen over wat nou eigenlijk de plannen zijn voor deze serie. Want we zijn er inmiddels alweer een tijdje tussenuit geweest. En dat is eigenlijk best wel erg jammer. Want ik vind het toch wel heel erg leuk om dit te doen. Het is een leuke serie. En jullie vinden het ook zeker heel erg leuk om te kijken. Denk ik. Hoop ik. Dus ik snap ook eigenlijk niet precies waarom ik nou eigenlijk een tijdje gestopt ben met deze serie te maken. Want het is een leuke serie. Tenminste vind ik dan. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik vind het een leuke serie om te doen. Dus we gaan er voorlopig ook gewoon even lekker mee verder. Maar ik denk dat het nog veel leuker kan worden dan dat het nu is. Want ik ben nu natuurlijk lekker bezig met deze survival. Ik ben ook in de tussentijd behind the scenes een beetje bezig geweest. Je hebt gezien, ik heb even een klein farmpje aangelegd. Nou ja, ik weet niet of dat je het een beetje goed hebt kunnen zien. Ik ga het gewoon nog eventjes een beetje goed laten zien. Voor diegene die... het niet heel erg goed heb ik kunnen zien. Ik heb in ieder geval een klein farmpje aangelegd. Omdat, ik moet toch op de een of andere manier aan mijn eten kunnen komen. En ja, ik heb natuurlijk heel erg wat vlees bij elkaar weten te verzamelen. Maar ja, ik ga er uiteindelijk toch niet zo heel erg gek veel mee doen. Weet je het? Nou ja, ik ga er wel wat mee doen. Maar ik ben niet enigszins van plan om meer dieren te doden dan dat ik al heb gedood in deze wereld. Dus, dat is de verkeerde kist. Ik wil het voornamelijk hebben van dit. Van carrots, van seeds, van brood. En weet je wel, allemaal van dat soort dingen. En daarom heb ik hier alvast even een klein farmpje aangelegd. Met een klein houten, ja, opstapje, deeggeval of zo. Gewoon omdat ik het er wat mooier uit vind zien. En ik heb hier dan al mijn wortels en zo aangelegd. Vind ik gewoon even leuk om te doen. En het helpt ook wel heel erg bij mijn etenprobleem. Want eten kan op een gegeven moment ook... Vlees, dat kan op een gegeven moment volgens mij wel opraken. En of ik daar heel erg veel zin heb, nee, niet bepaald. Dus dat laten we even niet gebeuren. Wat ik wel even wil doen is... volgens mij heb ik helemaal geen hout. Nee, dat heb ik niet. Tenminste, niet genoeg hout. Ik heb wel wat hout, maar hier heb ik in ieder geval niet genoeg aan. Ik wil namelijk hier, om te beginnen, even een klein houten paadje aanleggen. Want ik wil dadelijk hout neerzetten rond mijn farmpje. Waarom? Omdat ik dat er mooier uit vind zien. Gewoon, ik wil alles er gewoon een beetje mooi uit laten zien. Dat is het hele ding. Dat is het hele doel hiervan. Vandaar dus dat ik het eventjes op deze manier oplos. Even een beetje hout om mijn farmpje heen, zodat het er allemaal wat mooier uitziet. En daarvoor heb ik natuurlijk wel meer hout nodig dan wat ik momenteel heb. Want ja... Met het hout wat ik op dit moment heb, red ik het natuurlijk niet. Dus we moeten zometeen sowieso even wat meer hout hakken. Dus dat gaan we zometeen even fixen. En als we dat gedaan hebben, dan zien we wel hoe we er verder mee rond gaan komen. Zo. Eens even kijken. Dit eromheen. Zo. Natuurlijk moet ik het hout niet op het water neerzetten, want dan... Groeien mijn plantjes niet heel erg gek veel sneller dan dat ze nu groeien. En ze groeien al niet zo heel erg gek snel. Ik zou eventueel kunnen kijken of ik bone meal heb. Of dat ik in ieder geval botten heb. Dan kan ik daar bone meal mee maken. Dan kan ik daar uiteindelijk mijn crops dingen of zo. Geen idee. Dan kan ik daar mijn wheat wat sneller mee laten groeien. Maar dat is misschien wel even handig als dat ik... mijn shit wat sneller kan laten groeien. Want dan heb ik ook sneller eten. Logisch, hè? Ja, dat is heel erg logisch. Oké, dit even zo weg. Want het ziet het er net wat mooier uit allemaal. Zo.
In de tussentijd, mijn plannen voor deze serie. Ik zal het wel even uitleggen. Voor die mensen die het graag willen weten. Maar daarvoor komen ze als het goed is naar deze video. Mijn plannen voor deze serie zijn eigenlijk vrij simpel. Ik ben eigenlijk van plan. En dat was ik eigenlijk al een tijdje van plan. Maar ik ben er nooit aan toegekomen. Omdat redenen. Het plan is, zeg maar, dat ik deze wereld op een gegeven moment op een server ga zetten. Zodat mijn kijkers, als ze zin hebben in ieder geval, mee kunnen spelen op deze server. Op deze wereld. Want ik heb begrepen dat er heel erg veel mensen zijn die er heel erg enthousiast over zijn. Om een keer mee te kunnen spelen op deze wereld. Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk om te horen. Maar ik heb nooit echt de tijd en de moeite überhaupt ervoor genomen om daadwerkelijk een server op te zetten. En daadwerkelijk deze wereld daar op te zetten. Ja, natuurlijk. Ik heb een Minecraft server op mijn computer staan. Die ik ooit eens een keertje in een video heb laten zien. En ik heb genoeg hout. Vreemd genoeg. ik heb wel eens een keertje een hele video gemaakt over hoe ik een server opzet. Maar het probleem is dat die server die ik momenteel op mijn computer heb staan, ga ik niet gebruiken voor mijn survival server waar jullie dan daadwerkelijk op kunnen zitten. Waarom? Omdat ik dan vervolgens mijn server moet gaan port forwarden en dan moet ik daadwerkelijk mijn persoonlijke IP gaan vrijgeven. Daar heb ik niet zoveel zin in. dus ja, dat ben ik niet enigszins van plan te doen. Wat wel zou kunnen is dat ik een server ga kopen. Daar heb ik een flink tijdje even over na zitten denken van, heb ik zin om daadwerkelijk geld te besteden aan een Minecraft server? Nou, ik zou je zeggen, ja. En dat gaat hoogstwaarschijnlijk heel erg binnenkort gebeuren. Want ik wil gewoon heel erg graag met mijn, kijkers gewoon op deze server gaan survivalen, op deze wereld. en ja, een survival server zou daar natuurlijk geschikt voor zijn. En wat de plannen daarvoor zullen zijn, ga ik nog een keer een hele video over maken. Komt sowieso hartstikke goed. Ik ben sowieso van plan om een server op te zetten hiervoor. Want er zijn mensen die er heel erg graag aan mee willen doen. Dus dan gaan we het gewoon een keer regelen ook. Hoe ik dat in godsnaam nou eigenlijk precies ga aanpakken en wat voor server dit nou eigenlijk wordt, komt nog een keer een hele video over als het dan uiteindelijk zover is. Ik durf niet te zeggen hoe snel het gaat gebeuren, want het is wel iets wat mij geld gaat kosten. Maar we gaan het allemaal wel een keertje meemaken hoe ver we daarmee zullen gaan komen. En wat er allemaal mee gaat gebeuren uiteindelijk. En dit ziet er al gelijk een heel stuk beter uit dan wat ik hiervoor had. Natuurlijk niet helemaal precies zoals ik het zou willen. Maar het ziet er in ieder geval wel een heel stuk beter uit. Zo. Dirt kan hierin. Stokjes die leg ik bij de rest van de toolspullen neer. Dat is hier. Wat zit hier allemaal in? Oh. Hier zit al mijn dirt in. Chill. Super chill. Oké. Ik moet het allemaal nog eens een keertje gaan ordenen, denk ik. Over ordenen gesproken. Ik heb hier een hele ruimte boven staan. Hier zou ik dan eventueel al mijn kisten kwijt kunnen. En dan vervolgens kan ik hier waarschijnlijk al mijn spullen in kwijt. Ik denk dat ik dat ook maar eens een keertje ga doen. Dat ik al mijn kisten ga verplaatsen daarheen. En waarom viel mijn game net heel even vast? Geen idee. Dus ja, we gaan wel eens een keertje kijken wat ik met die bovenste ruimte ga doen. Maar goed, er komt dus een nieuwe server aan. En ik ga jullie zeker nog op de hoogte houden van wanneer die server daadwerkelijk open zou gaan. Want het is natuurlijk wel iets wat je, waar je kijkers van op de hoogte moet houden. Lijkt mij dan. Even kijken, want er zijn namelijk nog een aantal dingetjes die ik zou kunnen gaan doen. Ik heb hier sugarcanes. Die zou ik eventueel even kunnen gaan oppakken en gebruiken voor een kleine sugarcane farm. Ik zie daar nog heel erg veel zeewier liggen. Daar lopen een paar schapen rond die ik hier gewoon even lekker hun gang laat gaan. Ik heb wel een heel erg mooi strandje hier. Hier zou ik eventueel handdoeken en zo neer kunnen gaan zetten. Dat is natuurlijk hartstikke
Jongens? Volgens mij zijn we een nieuwe mob tegengekomen. Hebben ze nou crossbars? Zie ik dat nou goed? En volgens mij zijn ze uit op bloed. Ik ben hier weg. En ik ga die zeker nog wel eens een keertje bezoeken. Als ik daar ooit eens een keertje zin in heb. Shit. Ik had niet verwacht dat ik die beesten zou tegenkomen hier in deze wereld. Nee, even serieus. Ik heb ze niet eerder gezien überhaupt in deze hele game. Dus dat is best wel heel erg bijzonder, denk ik. En ik wist ook, ik had ook even niet van tevoren hier rondgelopen om even te zien van, yo, wat is hier allemaal aan het ronddurpen, weet je wel? Allemaal van dat soort shit. Dus ik ben hier echt totaal niet bekend mee. Ik ben ook even compleet vergeten hoe die beesten eigenlijk heten. Heb ik trouwens botten? Nee. Tuurlijk heb ik geen bot. Ik heb hier wel flint. Waarom zit hier flint in? Hoort dat niet hier? Nee. Ik moet nog steeds een keer een kist maken voor Amazon. Ik heb veel te veel troep liggen hier al. Dus, ik moet dat sowieso nog een keer zo gaan uitzoeken. Sowieso, dirt hoort hier in mijn spulkist. Hoppakee. Ik heb ook echt veel te veel dirt. Ik moet eens een keertje gaan kijken voor een lavapoeltje. Dan ga ik ergens een rommelbak maken. Dan zet ik daar gewoon een klein poeltje lava in. En daar dump ik dan even al mijn zooi in. We hebben wel een prachtig stuk land trouwens uitgekozen om in te bouwen. Ik zie hier ook nog heel wat klei liggen. Tenminste, ik denk dat ik daar allemaal klei zie liggen. Dat is hartstikke chill. Want dan kunnen we daar eigenlijk ook weer heel veel leuke dingen mee doen. Ik zie hier leer. Hartstikke leuk. Zag ik nou net vissen vliegen of is dat het zeewier wat hier boven uitsteekt? Ik heb geen idee. Het ziet in ieder geval wel hartstikke vet uit. Ik vind die update Aquatic 1.13 vind ik nog steeds een fantastische update. Minecraft heeft de afgelopen tijd ontzettend veel mooie updates gezien. Zeker de update Aquatic was ontzettend vet. Zeewier, onderwaterdieren die je daadwerkelijk kan zien. Wat nog meer? Een gloednieuw wapen. Een turtle shell. Schildpadden. Weet je wel, allemaal van dat soort shit. Allemaal leuke, leuke, leuke updates zijn er in de game bijgekomen. En ik vind het hartstikke vet om te zien. Zeker met de nieuwe update die nog aanstaande is. 1.14. Oftewel Village and Pillage. Heeft een aantal super vette dingen met zich meegenomen. Waaronder de mogelijkheid om bugs te reporten en feedback te geven. Door gewoon op escape te drukken. En hier zie je twee knoppen. Give feedback. Dan kun je vervolgens naar de website gaan. En hoppakee. Daar is dan vervolgens je prachtige, prachtige feedback website. Waar je al je feedback kan geven over deze snapshot. Dat is allemaal hartstikke vet. Ik vind het oprecht heel erg mooi wat Mojang allemaal doet met deze update. Want ja, dit kwam je allemaal niet tegen in updates van bijvoorbeeld 1.10 en zo. Dit kwam je allemaal niet tegen. Sowieso. 1.10 was al geen update om echt geschiedenisboeken over te schrijven. Nou ja, het staat in de geschiedenisboeken als een van de meest vergeetbare updates aller tijden. Wat best wel heel erg terecht is. Want hoeveel zat er eigenlijk precies in 1.10? Ik wou bijna zeggen 1.13. Hoor mij nou. 1.13. Nee, 1.10. We hadden... Ja, wat hadden we nou eigenlijk allemaal? We hadden dingen zoals ijsberen en een van de slechtste updates aller tijden. De autojump, waar ik absoluut nooit gebruik van heb gemaakt. Ik heb altijd, als ik die autojump aan heb staan, want die staat tot op de dag vandaag nog steeds automatisch aan, als dat je een oudere versie draait van Minecraft zonder autojump. En de eerste volgende keer dat je 1.10 of hoger speelt, staat de autojump al automatisch aan. Wat gewoon een hele, hele, hele slechte beslissing is geweest van Mojang, nog steeds. En ja, als dat die autojump aanstaat, dus wat er nu zeg maar gebeurt. Het eerste volgende wat ik doe is, ik ga gelijk naar mijn instellingen en ga naar mijn controls en ik zet die autojump uit. Boom, klaar. Want ik wil die autojump gewoon niet aan hebben. Het is super irritant. En het is gewoon niet fijn om te hebben.
Er zijn mensen die het misschien wel of misschien niet fijn vinden. Ik heb geen idee of dat er mensen zijn die het fijn vinden. Ik kan het me eerlijk gezegd niet voorstellen, want het is echt een van de slechtste updates ooit gemaakt. Het is echt gewoon niet fijn om mee te spelen. Ondertussen... Sokkies kunnen bij de rest van de tools. Dus dat is hier. Ik moet het allemaal ook maar zoiets gaan markeren met... item frames of met bordjes of zo. Geen idee. Ik denk dat ik het eerst steeds hou bij bordjes. Want ik heb nog helemaal geen item frames. Daarbij, ik denk ook helemaal niet dat ik ooit item frames heb gehad. Ik weet niet eens hoe je die dingen maakt. Moet je nagaan. Best wel heel erg slecht eigenlijk. Want ik speel deze game inmiddels al iets van 7 jaar. En ik weet nog steeds niet hoe ik item frames moet maken. Best wel heel erg slecht van mij eigenlijk. In ieder geval, wij zijn alweer... door onze tijd heen. En dat betekent dus dat het weer tijd is voor mij om jullie gedag te zeggen. Als deze video zuigt, het spijt me zeer dat je lol haat. Maar als je hiervan hebt genoten, doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn YouTube kanaal en luid de bel voor nog meer toffe video's. Mijn naam is Phoenix Star en ik zie jullie graag terug bij de volgende video.